Dit is een van de nieuwe robots die binnenkort over het slagveld in Oekraïne rijden. Sinds mei heeft het land een nieuwe militaire tak, de Unmanned Systems Forces. Alles wat met drones en robots te maken heeft, valt hieronder. En Oekraïne zet vol in op een robotleger. De robot kan op het slagveld meerdere doelen dienen. Hij kan mijnen neerleggen of weghalen. Hij kan gewonde soldaten wegbrengen. En hij kan dienen als zelfmoordrobot. En monteer er een machinegeweer op en hij is een rijdend geweer. Er worden nog veel meer soorten robots gemaakt. In de behuizing van deze robot passen antitankmijnen. Die worden onder een tank gereden om daarna af te laten gaan. Maar deze robots zullen met dezelfde uitdagingen te maken krijgen als andere drones, namelijk het gebruik van stoorzenders. Door een breed netwerk van jammers worden signalen geblokkeerd en kan een drone of robot geen contact meer maken met zijn piloot. In de lucht lossen de Oekraïners dit al deels op met kunstmatige intelligentie. Als die drones geen contact meer hebben met hun piloot, kunnen ze zelfstandig hun doel kiezen. Of dat ook gaat gebeuren bij deze generatie robots is de vraag, want bij een drone met een geweer erop wordt gesproken over een autonoom wapen. De Verenigde Naties roepen al jaren op om die illegaal te maken. In interviews met de New York Times zeggen Oekraïense wapenmakers dat ze er altijd voor zorgen dat mensen op de laatste knop moeten drukken. De nieuwe militaire tak van Oekraïne moet de komende jaren enorm groeien. Zo maken al 250 start-ups robots die het leger moeten helpen. Nog een voordeel, de robot die je eerder zag rijden kost slechts zo'n 30.000 euro om te maken.